Een dag na de gewonnen wedstrijd tegen Jong FC Emmen zoeken we de belofte weer op Sportpark SKW. Nadat vorige week de wedstrijd tegen Jong Vitesse na 7 minuten al werd afgelast vanwege onweer, waren gisteren de eerste 3 punten een feit. Ik denk dat we gisteren bij Vlaag heel goed voetbal lieten zien. 2 fantastische goals maakten. Iets te veel kansjes weggaven nog, maar uiteindelijk een dik verdiende overwinning. Ja, het was een prima wedstrijd. We hebben voetballend heel veel kwaliteit in de ploeg, dus dat zag je ook. Ik denk dat we, als we echt alle kansen af hadden gemaakt, dat een andere uitslag was geweest. Dus nee, goede pot. En veel voetballen, wat ik net zei. Dus dat was prima. Ja, jij als aanvoerder, hoe ging je dat dan? Het is mijn tweede wedstrijd, aanvoerder. De eerste wedstrijd was niet heel lang, het werd gestaakt na 7 minuten. Dus is nieuw. Maar het is niet heel veel verschil als dat je normaal voetbalt natuurlijk. Dus, de band en voor de wedstrijd, maar Wat is jouw rol ook in dit team? Ik zag je gisteren ook bij een linksback spelen. Ja, ik word eigenlijk overal een beetje neergezet. Dat is goed. Je leert altijd overal wat anders, dus dat is prima. Hoe ziet het eruit dit jaar, de opzet van de competitie? Nou ja, er zijn een paar belofteclubs die hebben zich teruggetrokken uit de piramide. Die gingen voorheen in de amateurtak. Dus dat zijn Groningen, Vitesse, Feyenoord. Dus die zijn erbij gekomen in de belofte. Nou, wij spelen nu in een pool van 12, dus 11 wedstrijden. Dan moet je bij de bovenste 6 komen. En dan speel je een kampioenspool tegen de 1 tot en met 6 van Pool Zuid. Voor welke jongens waar kunnen we op gaan letten? Welke jongens springen eruit? Nou, je ziet sowieso dat de laatste weken jongens al hun debuut maken. Dus Arjen van der Heijden, Jan Ras, Hamdi Akuyobi, maar ook Emiel Frederiksen die een goede speler is. Dat zijn vooral de jonge gasten. Nou ja, en ook de wat oudere jongens, Andreas Kofgaard, Nemanja speelt er op het moment nog in. Ricardo van Rijn die fitter aan het worden is. Dus wat dan gaat, zit er veel potentie en talent in om aan te schuiven bij de eerste. Ja, zoals je zei gisteren ook, dat voetballend is gewoon echt goed. En op het middenveld heel veel kwaliteit, heel veel dynamiek. En dan kom je toch tot mooie aanvallen. En jij zit dan nu ook, traint dan nu mee met het eerste. Hoe zit dat? Wanneer zit je bij het eerste, wanneer zit je bij de belofte? Ik train eigenlijk altijd mee met het eerste. Wedstrijden ga ik nu ook mee met het eerste. Dus met de wedstrijden zit ik bij het belofte. Dus dan pak ik mijn minuten. Maar voor de rest ben ik eigenlijk bijna altijd bij het eerste. Nou, Jan Ras is een jongen die de hele jeugdopleiding heeft doorlopen. Die kent het DNA dus van Heerenveen. Is echt een liefhebber. Technisch goed onderlegde speler met veel voetballend vermogen. Nou, heeft een tijdje wat we in de jeugd hem wel hebben verweten is agressief zijn op de goede momenten. En dat zie je er ook meer in komen. Dus dan wordt hij interessant. En die overtuiging hebben we ook altijd gehad met z'n allen. En dus zit hij dicht tegen het eerste aan. En Ras voor Bruin. Ook Ras uit de eigen jeugd. En je debuut al gemaakt, hè? Hoe was dat? Ja, mooi. Ik bedoel, ik zit er al 11 jaar. En om dan eindelijk je debuut te maken, dat is echt een jongensdroom. En dat is mooi. Ja, en ook op een belangrijk moment. Mooie wedstrijd, denk ik. Ja, zeker. En het is niet zomaar een wedstrijd tegen Feyenoord. Dus dat is mooi om in te vallen. Super blij mee. Ja, nu 1 wedstrijd gehad, die gewonnen dus. Ja, veel vertrouwen dus voor de rest van het seizoen. Ja, absoluut. Het is mentaal wel eens moeilijk voor gasten, want ze willen altijd meer. Ze willen graag in het eerste spelen, maar zolang ze die energie brengen die ze gisteren brachten en het spelplezier met elkaar, dan heb ik er vertrouwen in dat we veel punten gaan pakken. Ja.